Goedemorgen allemaal, het is zaterdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Of eigenlijk was dat gisteren al, maar dat ben ik een beetje vergeten, ik weet het niet. Ik heb gisteren gewoon gewerkt en s'avonds heb ik drankjes gedaan met een vriendinnetje bij een wijnbarretje, was heel gezellig. En ik was om 12 uur thuis, dus dat was verder prima. En Sven en Niels en ik zijn snot verkouden. Hè, Niels? Niels is de hele week niet helemaal lekker geweest. Vooral niet helemaal lekker, helemaal niet lekker. Wij hangen daar nu een beetje achteraan. Ik moet zeggen, nu ik sta, gaat het wel weer een beetje, komt het wel weer een beetje in beweging. Maar als je dan ligt, ja, je hoort het ook wel, denk ik. Vandaag Zumba. En vanavond hebben we een etentje met mijn beste vriendinnetje en haar vriend, heel gezellig. En we gaan dit keer naar hun toe, want we doen het een beetje om en om. En de vorige keer dat we bij hem waren, was Niels echt nog een heel klein ukkie-pukkie. En daarna zijn ze twee keer bij ons geweest, of drie keer of zo. Maar nu gaan we dus weer daarheen en dan gaan we kijken of Niels daar ook een beetje gaat slapen en zo. Dat is ook wel goed om dat er een beetje in te houden, dat hij dat af en toe doet. Ook niet te vaak, natuurlijk niet dat hij elke week in een ander huis is, maar een beetje af en toe. Dus dat. En verder moeten we vandaag de boodschappen doen. Het is rot weer. Het was een batterij leeg. Maar volgens mij had ik het over dat we boodschappen moeten doen. Een beetje het huis schoonmaken. Even denken, volgens mij moest ik nog wat filmen. Maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. En morgen hebben we nog niks. Maar als het zo'n slecht weer is, dacht ik aan zwemmen. Afhankelijk van hoe we ons voelen. Of anders, je hebt ook ergens in zo'n cafeetje een kinderbios. Dat doen. En ook gewoon lekker even niet al te veel. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Niels zit lekker te smikkelen. Lekker hè. Niels is ook super verkouden. Ik ben terug van de Zumba en Niels is even met opa en oma aan het skypen en al zijn trucs aan het laten zien. Dat hij met een bal kan en met een vlag en ik weet het allemaal niet. En we moeten zo even boodschappen gaan doen. Het is namelijk droog en het zou heel erg gaan regenen, dus dat gaan we zomaar doen. We zijn wel allebei echt snipverkouden. En ik hoorde net dat mijn vader vannacht echt heel erg grieperig was. Dus nou, hopen dat dat ons bespaard blijft. Ik ga me even aankleden. Dat is ook wel nodig. Niels is helemaal gek op de babyfoon. En past ook heel goed bij zijn outfit, zoals je ziet. Ik heb hem even zo'n slabbetje omgedaan voor het kwijlen, omdat hij zo kou is, kwelt hij nogal. En het shirtje is ook heel leuk. Het is van de Hema met een tippie teentje erop, hè Niels? Tippie teentje. Tippie. Ja, die is van mama, hè? En dit broekje is van de Hema. En deze is... Oh, dit is allemaal trouwens van de Hema. En dit is van de slabbetjes van de Hennis. Hema, 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 Hema. Alles Hema. En dit is van Api. En ik heb nu, dat is vanaf bovenaf wel heel heftig. Ik heb deze trui weer aan. Super bedankt trouwens voor jullie complimentjes. Iedereen vindt hem heel leuk. Ik woon erin. Hij is van de H&M. En dit is zo'n soort BH'tje van Salvarius. Maar ik heb er wel mijn eigen BH onder, want anders dan wordt het niks. Ja, Niels gaat het even uittrekken. Dat is wel heel fijn. Heerlijk. Oh. En ik ben nu even zit even voor het raam. Ik wil een beetje bescheiden blijven. Ja, deze outfit een beetje zien. Ik moet alleen nog even mijn haar doen. En ik heb nu al een deel van de tas ingepakt. Dus ik ga nu even verder met opruimen en dat soort dingen. Ja, even ijs mee aan het bellen. Pasta voor lunch, restjes. En ondertussen ben ik op zoek naar een hotelletje, want we hebben een feest van Sven's werk. En ik dacht, dan is het wel lekker als we daar gewoon een hotelletje hebben. En dan zijn Sven's ouders hier met Niels, dus ben ik nu aan het doen. Jee, lukt. We gaan er vandoor. Dit is mijn outfit. Ik heb een spijkerbloesje aan van Forever 21 en een spijkerbroek van Salvarius. En mijn hakken zijn volgens mij van Bershka. En ik heb even dit vest eroverheen, want ik niet weet of het daar warm of koud is. En dat is van, weet ik even niet meer. Alle spulletjes voor Niels. Het bedje heeft Sven al mee. Let's go. Nee hoor.
en tomaatjes uit de oven. Oh, jullie zien echt heel weinig van mij. Goedenavond. We zitten in de auto terug naar huis. Oh, nu zie je weer glimp. En het was echt super gezellig. En Niels heeft echt heel goed geslapen daar. Dus heel fijn. En nu is hij een beetje wakkerig. En gaan we zo lekker in het bedje leggen. En onszelf ook. De klok liep een uur voor. Dus we dachten dat het 11:30 was. Maar het is 10:30. Dan gaan we lekker naar bed. Want we zijn echt allebei snot verkouden. En nou, lekker slapen. En dan voelen we ons morgen vast beter. Dus ik zie het morgenochtend weer. Goedemorgen. Och, ik zie er niet uit. Hey, Mietens. Hi. Goedemorgen, Mietens. Goedemorgen allemaal. Och, ik zie er niet uit. Ik heb echt traanogen. Ik ben echt mega verkouden. En tot 2:30 geleden kon ik überhaupt niet door mijn neus ademen. Sorry voor de ganse geluiden. Sven is ook mega verkouden. Maar het ging echt heel goed vannacht. We hebben dus gisteren bij vrienden gegeten en Niels daar te slapen gelegd. En hem daarna weer uit zijn bed. En hij viel ook in één keer in slaap. We hebben hem daarna weer uit zijn bedje gehaald. En naar ons toe gereden. En dat was een paar minuten rijden. Dus toen viel hij natuurlijk niet in slaap, gelukkig. En toen de auto uit en weer zijn bedje in. Ik heb hem nog een klein beetje warm melk gegeven. Omdat ik dacht, hoe kan hij gewoon weer lekker. Daar begon hij mee om te kletsen. Dus ik denk, een klein beetje warme melk. Echt, ik geloof 90 cc. En nou, toen is hij heerlijk gaan slapen tot 7:30. Nou, fantastisch. Dus ideaal. En, oh mijn god, als ik het zo zie. Niet oké. Okay. Nou. Ik was wel om 7:00 wakker, uiteraard. Ik zat zo vol, ik kon echt geen adem meer halen. En vannacht heb ik wel neuspray gedaan, want ik dacht, joh, ik ga gewoon slapen. Dus ik weet niet hoe charmant deze vlog wordt. Want we gaan ook niet zoveel doen, denk ik, vandaag. Dan denk ik gewoon lekker een beetje op de bank hangen. Een beetje met Niels spelen. Alhoewel ik eigenlijk wel eventjes nog iets met hem wil doen. Het lijkt wel droog. Zo een beetje somber. Maar ik wil wel, Niels moet wel even naar buiten. Dus wij ook. Of ik überhaupt de moeite ga nemen om ik op mijn hoofd te smeren, dat zien jullie straks wel. Normaal doe ik natuurlijk op zondag altijd mijn HIIT-workout. Nou, dat ga ik nu in ieder geval echt niet doen. En verder, zeg maar, from the neck down voel ik me. Ja, ik heb wel een beetje zo'n pijn aan mijn lijf, maar het valt allemaal heel erg mee. Het is gewoon snot wat overheerst. Maar ik neem jullie wel weer mee vandaag met wat we dan ook gaan doen. Ik heb net het bed afgehaald, dat zit al in de. Oh ja, ik moet dit ook even opruimen. Het bed even afgehaald, Niels bed afgehaald, de ramen open, bacillen luchten. En nu even ontbijten. En dan zien we wel even naar het Schipstrand. Ik ga eten. Oh. Niels en ik gaan even naar buiten. Met de fiets, hè Niels? Zo, mama, haar is heel goed. Ik ben net eventjes met Niels naar buiten geweest, want hij wil heel graag naar buiten. Dus, dan moet je hem dus heel tillen en dat is niet heel lekker als je hoofdpijn hebt. Maar goed, ging ook zand eten. Ik heb daar met smetvrees een beetje last van, maar maakt niet uit. Dus ik heb geen smetvrees, maar ik heb wel een beetje een neiging tot. En zometeen wordt hij opgehaald door mijn ouders, super lief. Want Sven die voelt zich echt heel ellendig. Dus die had zoiets van zo alleen al gehuil of zo. Dat trek ik echt op dit moment niet. Dus mijn ouders zijn er nou, brengen hem even gewoon langs. En dan is hij even een paar uurtjes bij ons. Dus dat is heel relaxed. En dan gaan wij ook gewoon even niks doen. En ik moet nog wel dingen voor de site zo doen. Maar ik voel me wel oké. Alleen ik heb gewoon kriebels en stot. Maar vooral Sven, dus die zal ik ook even niet in beeld brengen. Maar, eventjes mijn bananenbrood. Ik heb alweer hele rijpe, deze iets minder, maar wel goede rijpe bananen. Ga ik zo even lekker bananenbrood weer voor maken voor deze week. En ik ga eventjes wraps maken die ik meeneem naar mijn werk. En wasjes draaien, de usual dingen op zondag. En daar komt er niets aan. Nou, daar houden we het weer even bij.
chocoladebrood zit in de oven. Mm. En ondertussen pak ik een kippetje voor mij, want die doe ik in mijn wrap met paprika en nog andere dingen. En die neem ik dan mee naar mijn werk. Sorry voor de traanogen. Ik ga ook mijn make-up eraf halen, want Niels is even lekker bij mijn ouders. En dat vindt hij altijd heel gezellig. Dus het is super lief dat dat even zo kon. En nou, die vindt het zelf ook heel gezellig. En ze belde net van dat ze hem daar ook gewoon even eten geven, avondeten geven. Want dat komt hun ook beter uit. En dan brengen ze hem daarna hierheen. Dus helemaal goed. Ik ben nog mijn filmpjes aan het bewerken. En ondertussen ben ik ook op zoek naar vakanties. Maar nog steeds, het schiet niet op. Ik weet het allemaal niet. Het is ingewikkeld met kinderen. Ik ben net even vergeten te filmen. Maar mijn ouders hebben Niels teruggebracht. En nog even hier gespeeld. En nu ligt Niels lekker op bed. Hij was ook heel moe. Wij zijn ook heel moe. Maar het is Homeland vanavond. Dus ik moet even kijken. Zo even lekker bed opmaken. En dan gaan we in ieder geval denk ik gewoon lekker in bed liggen. We zijn er bijna uit denk ik qua vakantie. Niet normaal hoe lang we er dit keer over gedaan hebben. Ja, je hebt gewoon zeg maar een extra wensenpakket of zo erbij. En je wil eigenlijk niet onderdoen voor je eigen wensen. Maar het is, ja, je hoort toch wel van eigenlijk iedereen met kinderen dat alle clichés waar zijn over als je kinderen het fijn hebben. Hè, dan heb je het zelf ook fijn. En hoe hard je ook roept, wat een onzin. Inmiddels snappen we wel wat ermee bedoeld wordt. En ja, dan heb je ook gewoon geen kind aan ze, zeg maar. En dat is natuurlijk een beetje, ja, het voor iedereen relaxed zijn. En het is, ja, het is toch echt waar dat als zij naar hun zin hebben, dat jij het ook ineens een stuk meer naar je zin hebt. Dus wat niet wil zeggen dat je meteen al je eigen wensen overboord moet gooien. Maar ja, goede balans denk ik. Dus dat proberen we te doen. We hebben lekker pizza gegeten vanavond. Sven maakt dan zelf pizza. Dus, nou, niet helemaal zelf, maar bijna helemaal zelf. En het was echt een weinig spectaculaire vlog. Het is in tijden ook niet meer dat we eigenlijk ziek zijn geweest. Dus dat is op zich heel fijn. Maar als je dan wel ineens bent, denk je, oh ja, zo vergooide je dan tussen aanhalingstekens je weekend. Maar goed, ziek is ook trouwens een groot woord, gewoon extreem verkouden. Maar ik hoop toch dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik ben nu een vlog aan het bewerken en die is ook echt, ik denk dat ik op 22 minuten of zo zit. Dus er komen ook genoeg leuke vlogs aan. En soms zijn ze wat minder spectaculair, sowieso niet heel spectaculair, maar soms gebeurt er gewoon niks. Nou, ik wil jullie in ieder geval wel weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag volgende week weer. Of natuurlijk tussendoor nog bij mijn andere filmpjes. En ja, fijne avond, middag, ochtend, zoals ik altijd zeg. Ik weet nooit wanneer jullie het kijken. Zelf kijk ik trouwens 's ochtends meestal, zeg maar onder het ontbijten en opmaken. Of 's avonds voor slapen gaan. Niet de beste trouwens, maar dat vind ik zelf wel heel fijn. Ja, ben heel benieuwd. Wanneer kijk jij? Wat vind jij een fijn tijdstip om filmpjes te kijken? Let me know. En trouwens, ik kijk 's ochtends vaker vlogs en 's avonds vaker tutorials. Ik weet niet waarom. Laat vooral weten wanneer jij graag kijkt. Ben ik heel benieuwd naar. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden en ik zie jullie snel.